Hallo allemaal, leuk je kijkt deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Zoals jullie kunnen zien gaan we weer Minecraft spelen. Ik sta nu dus tussen alle honden in. Geen zin in de alleen cam intro. Gewoon direct beginnen, hoeft ook geen intro. Gewoon meteen beginnen. Want ik ben nogal wat van plan allemaal. Dus je kan zien, hebben we pillagers nou in één keer daar links zitten? Niet chill. Ik heb een huisje erbij gebouwd. En ik heb wat meer alweer schoongemaakt. Te minder hoogteverschil hebben. Zoals jullie zien. Het eerste huisje dat ik nu heb gebouwd dan. En wat ik nu eigenlijk wil gaan maken, is het punt waar ik kan breeden met de villagers. Dat ze dus binnenkomen, ze kunnen breeden, dat ze dan weer ja, weggaan. Maar ik zie dat ik echt nog veel te weinig verlichting heb. En dan zal er nu wel weer een ja, timelapse komen van mij die aan het bouwen is. Nogal vervelend is. En dan kan ik jullie gewoon het meeste laten zien dat ik gewoon in survival blijf zitten. Kijk ja, komt ie. Thank you.
Thank you.
Nou, zoals je ziet en waarschijnlijk hoort, ben ik achteraf deze audio aan het inspreken. Omdat, ja, per ongeluk had ik bij het editen mijn audio er helemaal afgegooid. Omdat ik, ja, copyrighted music aan het luisteren was terwijl jullie de speedlab zagen. Dus daar zal straks andere muziek onder komen. Maar ja, zoals je ziet hebben we een kerk erbij is er een kerk bijgekomen. Heb echt bankjes geplaatst daarvoor. Hier komen van die boeken, dat een villager ook books kan krijgen en dat die enchantments dus aan jou kan geven. Komen hier erbij. Dus daar had ik het dan over. Ja, en dat, ja, hier vertel ik het dan nog meer. Hieronder was mijn plan dan om brewing stands neer te zetten en allemaal bedden. Dat de villagers toch iedere keer wat terugkeren hier naartoe. Daarna ging ik dan weer verder met, ja, van laten we nou maar vanaf hier dan verder gaan. Wat zien we dan? En dat ik het pad dan wat beter zou gaan maken. Maar ja. En dat ik dat al die dirt en zo weg zou gaan halen. En dan een stuk beter zou maken. Daar had ik het dan over. Dat ik een breed huis heb. Ik zeg het steeds fout. Zeg god. Maar ja, dat ik dat erbij heb. Dat ik de barrels heb geplaatst. Dat de vissers hun job kunnen krijgen. En dat ze hier dan hun visplek hebben met een lampje erbij voor als ze 's nachts toch nog even willen vissen. Wat ze waarschijnlijk niet willen doen, maar dat boeit even niet. Dan zat ik hier van, ja, hieronder zou ik barrels kunnen plaatsen of bedden, maar ik weet niet zeker of villetjes hier via het laddertje omhoog kunnen. Dan had ik hier uitgelegd dat, villetjes hun kop niet zullen stoten of vast komen te zitten omdat het daar precies in het midden zit. Dan ging ik uitleggen hoe het allemaal werkt in het brewinghuis. Zodat ze hier dus allebei, hier twee zouden staan. En dat het dan de kleintje zou kijken. Van ja, wat is hier te doen? En dat die dan door het water wordt meegesleurd. En dat die daarna opgroeit in het andere gedeelte. En dat daar kan ik hem dan eruit laten gaan. En dan was dit, de minecart was dan puur om ze binnen te laten komen straks. Alleen ja, dat zal dan dadelijk allemaal dicht zitten als ik daar eenmaal de villetjes heb. En dat legde ik dan vooral daar uit. Het is wel balig dat ik het er ook heb afgegooid. Maar ja, zoals ik al zei, hier zit een dropper. Waar ik dan de items in kan doen zonder dat er meteen creatures of zombies of zo bij kunnen komen. Dus op die manier heb ik dan dat bedacht. Ja, via het trappetje moet ik er toch wel even af en toe wat voedsel in gooien. En dan was ik nog een beetje aan het stellen dat ik nog een farm erbij wil gaan maken. Voor het beesten en een farm voor crops. Ja, het is wel balen. Dat ik dat dan daar bovenop een beetje wou gaan doen. En dat ik dan wat blacksmiths erbij wou gaan maken, wat huisjes ervoor. Dus ja, daar was ik dan mee bezig. En hier dan een farm voor de crops. En dat dan ook villetjes daar een job kunnen krijgen. En dat we dan zo echt een mooie village gaan bouwen. En dat ik misschien ook iets aan die muur nog ga doen. Want de muur is toch wel dat je denkt van... allemaal dirt. Dat kan wel beter. Hier zei ik van ja, dit lijkt echt wel op een kerk. Vanwege al die kandelaars die dan vanaf het dak naar beneden komen. En dat ik hier zei van ja, dit is eigenlijk een beetje een inktvissenspan. Want ze spannen hier iedere keer, maar gaan ook gewoon continu dood hier. Dus dat het daardoor wel, ja... wel handig was dat het dit gewoon nog zit. Alleen ja, misschien dat ik hier ooit een keer nog iets ga bouwen, had ik toen gezegd. Maar wat, dat wist ik dan nog niet. Maar ja, verder was dit eigenlijk wel een beetje de video. En dan zeg ik, ja, zoals ik net waarschijnlijk ook al heb gezegd, maar dat ik de audio er per ongeluk heb uitgeëdit. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. Ja, abonneer als je dit leuk vond. Druk op het belletje.
En dan was dit de video.